Hoe noem je het? Ja, ik zie bedelende jonge lepelaars. Maar die oude hebben nog niet zoveel zin. Ah, toch komt er beweging in. Ik zie de gering ertussen zitten. En we laten van alles op het eiland. Eenden, meerkoeken, waterhondjes, jonge kopmeeuwen. Bij de heen. Kuifheen, of wat hij al had. De aalscholvers zie ik daar nog staan. Schoolhechters. Maar die jongen die bluffen maar bedelen. Ach, jammer. En daarnet zaten we weer niet op te letten, kwam er een dode uit die vlak voor mij. Maar volgens mij hadden we dat pas deur toen weer een eindje verder was. En een clubje jonge eenden net met mama. Eend. We zitten in Wissekerken trouwens in die hut. Maar het is heel hoog water. De steltlappers, daar zitten niet in. Wat is dat? Een schaap. En hier laat pak vossen, dus daar open wacht altijd nog wel op. Ja, er zat eigenlijk nog meer koeken te vechten daar, net met z'n drieën. Dat zag je niet. En ik schoot volgens mijn ak heel veel mis. Dat is jammer. Die zat echt, weet je wel, met die poorten zo te slaan in elkaar. Zo. Ja, dat had ik volgens mij niet scherp, dat is jammer. Een fuut, ik had een fuutje voorbij. Een beetje de algemenere soorten, hè? Fuut, eenden. En waterhondjes. En bergeentjes. Met die jongen. Oh nee, niet meer jongen trouwens, die bergeenden. Nou, dit had ik niet kunnen denken een paar maanden geleden. Toen stond deze hut helemaal vol met water tot over de rand. Maar hij staat gelukkig weer droog. De hut in de inlaag keihoogte Wissekerken is weer toegankelijk. Dat is goed nieuws, want dit is echt een van de beste hutten die er is in Zeeland. En vandaag is het een beetje rustig met wat meer bijzondere soorten. Er zitten vooral wat gewone soorten. De lepelaar, allerlei soorten eenden, de dodaartjes, de futen. Scholexters, meeuwen. Maar, dat is dan toch wel leuk. Het waterpeil is hoog, het staat tot aan de hut. Gelukkig niet in de hut, maar wel tot aan de hut. En dan zit je vanuit die hut. Ontzettend laag en je kijkt haast uit op dezelfde hoogte als het waterpeil. En dat betekent dat zelfs een meerkoet mooi wordt. We zien hem op gelijke hoogte. Dat is een prachtig perspectief. Dus wanneer je van die eendensoorten, rallen, op gelijke hoogte wil filmen, in laag perspectief, dan is dit nu de ideale hut. Kijk, ik zie daar nou weer een meerkoet door het raampje. Dat is gewoon prachtig. Op het eiland ervoor staan de lepelaars. Wat volwassen lepelaars, twee juvenielen. En die juvenielen beginnen lekker te bedelen. En dan vinden die volwassen vogels niet altijd even prettig. Maar het is wel een teken dat die jonge lepelaars honger krijgen. En ze willen gevoerd worden. Nou, of ze echt in actie gaan komen, dat weet ik niet. Het zal uiteindelijk wel. Maar wij gaan het niet meer meemaken, want wij gaan weg. Nou, dit was even een kort bezoek aan deze prachtige hut. Met dat groene dak. Het is altijd mooi hier. Het is met de steltlopers nu even wat minder. Er staat veel te veel water. Dus
De steltlopers vinden hier geen ondiepe stukjes waar ze kunnen wachten tot het weer laag water wordt. Maar wat geeft het? Dat gaat ook wel weer komen. Wij gaan verder. Wie weet komen we nog wel een zwarte ruiter ergens tegen, want die zijn er ook weer.